Welkom bij de hoogtepunten. De week waarin je erachter komt wat er nou toch is gebeurd met Annemarie. Moet je eens kijken. Arnie. Fijne vakantie. Mattie en Marieke. Arnie, wat is nou gebeurd, joh? Jouw rechteroogkas is blauw. Ik ben van mijn fiets gevallen. Vrijdagavond. Ja, stoepje geraakt. Waar was je lam? Nou, ik had wel iets gedronken, maar ik was niet lam. Dit zie je nooit bij Dionne Staks, dit. Nee. Als je mij op straat tegenkomt en je wil iets verkopen van een abonnement of een goed doel, moet je echt mij tegenkomen. Ja. Absoluut. Twee keer lid van het Wereld Natuurfonds. Twee keer lid van het Wereld Natuurfonds. Ja. Ik heb jarenlang twee keer de panda gehad. Kon ik er eentje weggeven? Er zijn zoveel ijsberen op dit moment ergens op een schots. Die hebben dat allemaal aan mij te danken. Dat is echt mooi. Altijd hetzelfde gezicht trekken op foto's. Ja, dat doe jij wel, ja. En weet je wat jij maar met jouw vele mannen doen? Een duim omhoog of een vingertje opzij? Nou, maar jullie kunnen nog een soort van duckface. Ja, als een man een duckface doet, ziet het er raar uit. Kom even hier, Tom. Ik doe dan koket het handje in de zij. Ja. Zo. En Tom kan alleen de vinger doen. En Tom doet weer de vinger. Maar ik vind dat nooit leuk. Ik vind het nooit leuk. Nee, en dat zie je dus ook. Ja. Sta jij er toch met een soort neplach een beetje op. En ik ook met een neplach. Alleen die ziet er iets minder nep uit. Nou, dankjewel. Leuk die zelffelicitatie. Ja, ik ben gewoon maar eerlijk. Maar daarom ben ik zo blij dat ik naast gewoon die pure natuurheid van jou sta. En dat alles echt is. En ik doe tot een uurtje of negen hier gewoon weer dit theater. Ik heb nog wel een leuke keuken of... Wat zeg je, Annie? Fragmentje. Ik heb nog een leuk keukenfragmentje. Annie wordt helemaal een karikatuur. Ik kan niet hard lachen, want dan gaan mijn wond open. Ik heb wat kleren besteld. Ik ben het meest benieuwd naar dit jumpsuitje. Gaan we dat nu passen? Zo loopt nu de studio uit. Wil je echt onze ongefilterde, eerlijke mening? Ja. Of wil je gewoon, zeg maar, de sociaal gewenste? Want dat kan ik ook. Hoe klinkt dat als je dat doet? Jeetje, wat leuk, hé. Nee, ik vind het echt heel leuk. Hé, hoe kom je er nou bij dat het te klein is? Nee, ik wil de eerlijke mening. Oké. Nou, ik vind het niet te klein. Oh, ik vind dat ik hele dikke reet in heb. Als ik bijvoorbeeld ga beachvolleyballen, dan gaat hij zo tussen mijn schaamlippen. Nou... Moet het nou echt weer zo grafisch? Ik word helemaal zenuwachtig van een vogel. Je weet ook niet welke kant. Je ziet geen emotie, hè, bij een vogel. Of prik je er met een potlood in? Dat heb je dan ook gedaan. Nee, maar ze blijven hetzelfde kijken. Ja. Ze kunnen ieder moment, weet je, al een fladderen zo van die vleugeltjes. Ik hou er helemaal niet van, joh, van vogels. Marieke's poes bericht. Kiki doet aan dakvechten. Maar die beesten die vechten elkaar echt nog een keer van vier hoog naar beneden. Weet je wat je moet doen? Nou? Je moet er gewoon een event van maken. Maak er een event van. Doe ik de kaartverkoop? Katvechten. Dames en heren, welkom op Match Day. Kiki tegen Tony. En dan allemaal van die supporters erbij als Kiki overwint. Superblij! Superblij! Een van de mooiste dagen van mijn leven. Sowieso. Ongelooflijk. Trots om Amsterdammer te zijn vandaag. Ja, trots om Amsterdammer te zijn. Dit is gewoon een heel goed idee, Marie. En als het goed is, hoef je in 2028 nooit meer te wachten op je trein. Zo. Dat is gewoon een voorspelling. Medium Annie. Ik ben zo van de fiets gevallen, dus ik weet niet wat er aan is. Je hebt je Bavaria jurkje al aan, zie ik. Nou, ik vind mezelf een beetje vandaag een van de Flintstones. Ik heb een terracotta kleurig shirtje aan en een panter bandana in mijn hoofd. Ik denk dat als ik een bordje door mijn neus zou doen, ben ik Wilma. Het is inderdaad Wilma. Alle vier de leden van ABBA. Anita. Björn. Bernie. Tijd is op. Welke kun jij nog noemen? Björn. Agneta. Ja, die had ik al. Toch? Ja, Agneta, dat was fout. Die wil ze allemaal horen. Benny en Annifried. Ja, dat heb je gegoogeld. Wie weet nou Annifried? Dat weet niemand. Die weet niemand. Ik heb Wikipedia overstaan. Ja. En morgen natuurlijk Koningsdag. Jullie zitten niet met een kleedje aan de kant, hè? Nee, ik ook niet. Maar doe je dat wel? Nou, dan heb ik een paar tips of flirt met je kopers. Schatje, wat vind je van mijn puzzel? Nou, gewoon een beetje lachen. Ik heb nog een mooie puzzel. Kijk eens even naar dit oude broodrooster. Moet jij eens kijken. Hey. Nou, zet maar die vallen, kind. Gaat best goed. Nog even een klein tipje, gaat-ie? Nee,
Jeetje, zet mij maar even uit mijn microfoon, want anders is het voor niemand leuk thuis. Oh, vraag je dat nou echt? Jeetje. Jeetje. Kan je die vraag nog één keer stellen? Nee, wil je mijn microfoontje uitzetten? Oh. Oh, hoor je het? Want ze reden rust. Dit waren dus alweer de hoogtepunten van deze week. Dankjewel dat je gekeken hebt. Abonneer je. Ja. En doe je het niet, dan gebeurt er iets ergs. Met Kiki, de poes van Marieke. Nou, er is al zoveel mee mis. Kan niet veel meer mee mis, hoor. Stapelt zich op. Ach, de poes. Stapelt zich op. Mattie en Marieke. Q-music. Mattie en Marieke.